De uiterwaarden tussen Heteren en Randwijk moeten veranderen in een moerasachtig natuurgebied. Toch zien lokale natuurverenigingen het plan niet zitten en ze stapten naar de bezwarencommissie van de gemeente Overbetuwe. De gemeente gaf grondbedrijf K3 Delta toestemming klei af te graven en het gebied opnieuw in te richten. Het gaat dan over het land iets ten westen van steenfabriek Zilverschoon. Dit is al de tweede versie van het plan nadat Rijkswaterstaat de eerste afkeurde. Nu vinden natuurstichtingen Overbetuwe, Groen Natuurlijk en Knotwilg dat inwoners eerst opnieuw de kans moeten krijgen om te reageren op het plan. De bezwarencommissie doet over 5 of 6 weken uitspraak.